kapotbelsen op een eenvoudige manier te installeren. Deze steekt in dat gat en deze en dit haakje gaat in dit gat. Schuift het erin. Draait hem om. En met dit plugje kunt u hem vastzetten, zodat hij aan de achterzijde stevig staat. Het kost eventjes moeite. Ik zal kijken of dat zo lukt. Zo voor de camera en het is doordrukken. En dan zit hij stevig vast. Zo kunnen de kinderen beginnen met het inschakelen en inhangen van de bels. Zodat ze op deze manier een mooi bord hebben om te schuiven. Alle combinaties zijn goed. Het kan eventjes gerangeerd worden als het moet. En zo kunnen ze op een mooie wijze schuiven met de belletjes. Zo, we gaan het even anders doen. Gaan we die hier neerhangen. Deze gaat daar naar boven. Deze gaat ook even naar boven. Die gaat er uit. Hussel, hussel, hussel. En zo hebben we een andere zet ik de